just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben René. En we gaan lekker iets maken. Ja. Althans, Sergio gaat iets maken, want hij is kok in huis. En hij had een heel lekker kippie in de koelkast staan. Ja, ik heb eerst lekker... Zo, als je heel eventjes wil wachten. Ik had eergisteren kippetje lekker gemarineerd in de koelkast gezet. Met sesam en een soort van ketchup marinade. En die ga ik nu maken. Maar ik kook niet voor 2 en niet voor 3. Maar ik kook voor 4. Ja. Want een vriend van ons die zit in quarantaine thuis. En die is waarschijnlijk besmet. En die gaat de deur niet meer uit. Dus ik ga er zo meteen eventjes een maaltijd aan de deur hangen. Ja. Elkaar helpen. Samen moeten we het virus bestrijden en te boven komen. Inderdaad. Dus eventjes kippetje draaien. Het kippetje even roosteren in de pan en dan zo meteen in de oven. En dan maak ik er wat aardappelen bij en een soort Aziatisch getinde PNR. Hoe zeg je dat? PNR. Doei! Tot zo! Ga ik dit in één keer meekrijgen? Boodschappen, jongen! Deze moet je aan de onderkant vasthouden. Ja, dat is goed. Oké. Ik ga gelijk boodschappen bij je moeder brengen. Ja. Ja, en eten bij Erik. Oké. Dan gaan we snel naar Jessie. Ja. Kom, Mogentje. Doei. Zo, ik ben bij mijn eerste adres hier bij mijn maatje. En hij is goed ziek, dus ik ga maar gewoon aan de deur hangen. En dan hopen dat hij er lekker van aansterkt. En dat hij snel weer gewoon de deur uit mag. Terwijl ik vind het echt een heel raar gevoel. Zo, toch nog eventjes gesproken, deed de deur open. Hij zegt, nou, ik hoef niet te twijfelen eigenlijk of ik het heb. Jullie kennen hem trouwens niet meer. Hij zegt, twijfel of hij het heeft, onze Erik. Nee, supergoeie gast. En je wordt niet getest ook, dus dat is een beetje vreemd. Maar hij zegt, ik hoef niet te twijfelen of ik het heb. Hij zegt, ik heb het gewoon. Maar ik kom er wel doorheen. Dus hij zegt, nou, eventjes uitziek. En hij heeft vooral last van zijn borst. Dus hij komt er dan wel gewoon doorheen. Nou ja, gewoon. Dus zo, de een gaat eraan dood en de ander die trekt het er gewoon doorheen. Dus het blijft iets heel apart. Nou, nog even boodschapjes afgooien bij mijn schoonmoeder en dan lekker naar huis. En dan gaan we weer verder met een project dat ik aan het doen ben. Hopelijk kunnen we het morgen allemaal opnemen. En dat wordt een... het wordt iets aparts, iets bijzonders. Ik hoop dat het vooral uitpakt zoals ik het in mijn hoofd heb, zeg maar. Dus dat is een beetje een dingetje. Nou, we gaan verder. Of het worden ligt, dat is de Polar Ster. Ik zie zojuist echt een super scherpe ster. Dat is niet normaal. Er zijn wel een paar sterretjes die zijn niet eens te pakken op de camera, maar die... Ik heb nog nooit zo helder een ster gezien. Het is wel koud buiten. Boe. Die is echt super mooi, man. Ik had die andere sterretjes, die zie je niet eens. En die komt er gewoon doorheen. En er zit er net een enge ghost serie te kijken van op Spike. En ik kijk naar buiten en ik zie die ster. En ik denk, er is een licht, maar het is wel echt een ster, joh. Wauw. Hij wordt ook sterker, dan weer een beetje terug, sterker terug, heb ik het idee. We hebben het zojuist even opgezocht.
En het is Venus. Die ja. we hebben gezien. I'm your Venus. I'm your fire. Your desire. Ja. En later deze nacht kunnen we Jupiter zien. Ja, dat is correct. Top, hè? Hebben we jullie even laten zien. Zo, graag gedaan. We zijn inmiddels een dagje verder. Lekker muziekje op. We zijn weer eventjes bij Erik geweest. Even een maaltijdje gedropt. En ik was camera vergeten. Dus vandaar dat ik nu pas inschakel. Er staat een auto achter mij. Ik weet niet zeker of hij er langs wil. Ja, dus hij zit nog steeds met quarantaine longen thuis. Het gaat gelukkig wel goed met hem. Hij voelt zich wel oké. En hij is in ieder geval heel blij dat we af en toe wat eten komen brengen. En nu ga ik lekker naar huis en dan gaan we zelf eten en dan gaan we nog even spelletjes spelen. En ik ben benieuwd welk spelletje René heeft gekozen. Dus ga lekker naar huis. Ik zei toen ik wegging, ga jij vast eten, schatje? Ik weet ik niet, want hij is in slaap gevallen. Ik zei, zal ik hem even wegleggen? Nee. Nou liggen jullie nog steeds op de bank. Ja. Hij is wel wakker inmiddels. En hij is goed aan het zweten. We hebben het er straks nog over gehad. Ja, echt ongelooflijk. Hij is zaaknat. Nou, leg hem maar lekker op bed, schat. Dan kunnen wij gaan eten. En een spelletje. En ik moet douchen. Ah, veel te doen. Jezus, wat een bende. Een bende? Dit hier. Nou, dat is afval. Dat noemen ze afval, poppie. Het is duurzaam. Wij doen duurzaam afval verzamelen. Ja, dat zit er ook heel duurzaam. In plaats van duurzaamheid. Ja, maar dat recyclen, uiteindelijk gaat het toch op één grote hoop. Dus wij doen in plaats van plastic zakken, doen we heel vaak dozen gebruiken. Ja. Is dat koud water? Nog wel. Kun je dopen wat je wil met die thee, maar dan gaat er niks gebeuren, hoor. Nee, het is heet water. Oh. Maar hij mag nog heter. Oh. Hij scheldt niet sterp. Hij scheldt niet sterp? Ja. Ik zat laatst te denken, hè. Het zijn toch net kleine madertjes? Maatjes? Mares? Maden? Deze? Nee, die ernaast. Oh, dit? Ja, dit is gewoon... nee, van die... Hoe noem je dat? Van die... Larven. Larven! Deze zijn meer larven. Nee, joh. Nee, recht. Dat is koker. Dat is gewoon een zilvervliesrijst. Het lijkt op zilvervliesjes. Heb ik het gek. Oké, maar ik En dit lijkt op naakslakken. Nou, ik weet niet hoe vaak jij naakslakken hebt bekeken van dichtbij, maar dat zijn geen naakslakken. Nee, ik heb er wel eens op gestaan. Nou, dat is echt gruwel. Ik was vroeger een keer naar de Biesbos geweest. Was jij vroeger een keer naar de Biesbos? Ja, met school. En toen had ik ook allemaal naaktslakken gevonden. Die had ik heel veel verzameld op zo'n heel groot blad. En die wilde ik mee naar huis nemen. Daar was je moeder vast heel blij mee. Nee, ik mocht ze niet meenemen. Ons bedreigd diersoort. In de Biesbos. Nee, serieus, ik mocht ze niet meenemen. En terwijl het... dat doe ik nog steeds, hè? Terwijl het René een heerlijk theetje voor ons maakt. En wij nog steeds aan het genieten zijn van onze quarantaine. Nou ja, genuanceerd gewoon zelf quarantaine. Ik ben al moe. Gewoon zelf quarantaine, zeg maar. Ja, ook weer niet 100% thuis blijven zitten. Want we zijn nou zes dagjes of zo. Zo. Beetje wit, hè? Iets minder ISO. Kijk, een stuk beter. En al een dag of zes dat we thuis zijn geweest. En we zijn wel eventjes naar het strand geweest. En we hebben een wandelingetje gemaakt in Madestein. Maar verder hebben we dus gewoon niemand gezien. En ik heb mijn moeder al een paar keer gesproken. En toch wel een paar van die slikmomentjes. En niet eens omdat we elkaar nou zo lang niet gezien hebben. Ja, wel in real life. Al zeker een maand of zo. En dan... Ja, ook omdat je gewoon weet dat het voorlopig nog niet kan of zo, of mag, of gewoon verstandig is. Dus dan doe je het niet.
Ja, dat is gewoon wel een beetje verdrietig. Maar we slaan ons er wel doorheen. En dat doen we vanavond. Met een kopje thee. En Rummy Cup. René heeft gekozen. Rummy Cup. We kunnen ook Wie Ben Ik spelen zo. Achter het doosje. Achter het doosje. Wie ben ik? En dan moeten we allemaal. Wij allemaal. En jij. Oké. Het is ook wel eens dat we elkaar recht in de ogen aankijken. Oké, jij mag eerst. Nee, moet eerst 11 dingen pakken. Moeten we eerst 11 dingen pakken. Nee. Volgens mij mogen we pas de eerste zet als we 31 bij elkaar komen. 31? 30 toch? Ja, dan in de kop. Dat alles op tafel ligt. Ik ga het beginnen. Best out of 3? No. Best out of 3? Nee, helemaal niet. Altijd. Nee, helemaal niet. Altijd. Je moet niet helemaal niet altijd. Tuurlijk wel, je moet wel met statistieken werken. Nee. Je kan niet gewoon één keer een dobbelsteen gooien en dan... Echt wel. Nou, ik heb 6. Ik heb gewonnen. Altijd maar één keer de dobbelsteen. 3 keer. Nee, ik mag... Nou, al vals spelen. Nee, laat maar. Kom dan. Jij mag beginnen. Kom dan. Ik win. Pak hem hoor. Wajo, kan jij nog steeds niet uit? Nee. Ik heb 1 keer gehad op vakantie. Vergeet ik echt never nooit meer. Ik heb er best wel 1. Jij verdient deze. Luister. Ja, op vakantie. Op vakantie deden we al spelletjes. Want thuis doen we het nooit. En toen, dus op vakantie wel. En dat was dan voor de caravan. En toen duurde het best wel lang voordat ik erin kon. En uiteindelijk kon ik erin en toen was ik in 1 keer uit. Bam. Dat was echt zo'n momentje dat je denkt... Heeft iemand dit opgenomen? Epic game round. Ja, dat was echt niet normaal gewoon. Nou, dat wil ik even kwijt. Zo, de eerste stenen zijn gelegd en die zijn gewoon... Ja, maar laat ik... Eerst eens even zien wat je als eerste deed. Ja. Ik dacht een heel goede bord te hebben, dus ik legde. Zeg maar. Die zo hier. Maar het zijn allemaal verschillende kleuren. Dus, en ik dacht echt vol overtuiging dat het gewoon kon. Dus ik deed 2 keer 3, 4, 5. En dan in andere kleuren. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus dan heb ik ze maar weer buiten teruggelegd. Ik heb het wel gezien. Ja. Ja, nee, dat maakt niet uit. Want ik had ook minder. Ja, right. Weet je, ik mag nog niet beginnen. Maar als ik er één kom, hoor, dan is het gewoon bang. Hoe zit het? Cruciale, essentiële cijfers. En dan ben ik gewoon in één keer uit. Ja. Dus
ochtends meestal. Ik ga het zo meteen zien. Nee, niet meestal. Soms dan heb je er, dan mis je er echt heel veel. En als ik één of twee juist is, zeg maar, dan ben ik gewoon klaar. Dan ben ik gewoon klaar. Dan heb ik gewoon gewonnen. Oké. Dat is nog niet. Maar dat is nog niet. Gaat dit hem worden? Nou ja, soms hoef je het cijfertje niet eens zelf te pakken. Maar soms legt je opponent the right numbers on the table. And then 101 is 2. Because if we put this together, then we can take this away. And lay ID erbij. Take here the joker. Take here another 10. And take here a 10. Toen jij die vier, toen je dat ging neerleggen, toen dacht ik, oh, nu kan ik ook uit. Ja? Ja, want ik heb de 10. Dus ik kon de joker pakken. En dan kon ik die, kon ik dan hier neerleggen. Ja. Om vervolgens mijn laatste drietje neer te leggen. Ja, maar weet je wat nou leuk is? Nou? Dat is niet goed. Alle grote sporten in mensen afgelost, maar niet dit is gewoon. Zeg, vond jij dit namelijk lekker vlog? Weg gewoon met je pokerface. Pokerface. Nou, vond je dit een top vlog? Vergeet niet te abonneren op mijn website te drukken. En dan zien we jou heel graag bij de volgende keer. Tot de volgende keer.